De eigenaar van Tonka-eiland, Frits van Troon, heeft graag dat de scallions permanent uit het stuwmeer worden verwijderd. Hij zegt dat zijn recreatieoord aanzienlijk achteruit is gegaan als gevolg van de activiteiten van de goudpontons. De scallions waren in 2015 verwijderd uit het stuwmeer, maar zijn vanaf vorig jaar weer actief in het gebied. Onlangs hebben diverse parlementariërs duidelijkheid gevraagd over deze kwestie, omdat ze niet tevreden zijn met de uitleg van NH-minister Regilio Dotson. De bewindsman hield het parlement namelijk voor dat de goudpontons kwikresten opruimen. Van Troon zegt dat vooral het educatiecentrum op het Tonka-eiland veel schade leidt door de werkzaamheden van de scallions. De man komt. Wat hij doet vanaf ja zo, gaat hij naar Afobaka. En min of meer een boer. Want die deemt me mekasani, me bij de boom, also de zee. Nou, wat de Amerikanen, de Karen Patterson, na een gima money voor me bouwen educatiecentrum, die zee, die den juffrouw. En apropé a trubinen, pe apropé draai a sani. A sani abi wan, sanlik wan ventilator. Maar abi ik gebruik een laker. Dus, if I wat rij doet die. Te poet wan dot watra in a embreta dre ai wan lo fin fini santi. Dus dat de man e brike tak a santi dat i kan go moeilijk a turbine. Van Troon zegt verder dat Tonka-eiland nu ook minder aantrekkelijk is voor toeristen. Dit komt omdat het water door de werkzaamheden van de scallions enorm vervuild wordt. Die ook toe. Beek is de Frans, maar de beek ook. Die den jere de Nekomoro. De Nekomoro, de tak ja, omdat hij je grond op je tak kwik de in water. Dus dat min op een fenneboe, en mijn tijd in de jaren 2000, vanaf 1995 dat ik me begin te nou. Ik laat voor de money, dan heb ik mijn idee. En of ik me bedenk voor je akkoord in de ontwikkeling. De trak onder een moro moeilijk, moro unumare café, sin aan scoro. Dat de doe moeite. Ja, zo pefu, mik moeite dat we naar geen achteruit. U zag de eigenaar van Tonka-eiland, Frits van Troon. Hij heeft graag dat de scallions permanent uit het stuwmeer worden verwijderd.